Jongens, we moeten praten. We moeten praten, want er is iets gebeurd. Ons team van de vorige aflevering zie je nu in beeld. En ons team van deze aflevering zie je nu. Zoals je ziet, er is best wel wat veranderd zonder dat ik gespeeld heb. En ik heb echt de meest grote amateuristische noobfout begaan die je maar kan begaan. Ik was mijn RKC Waalwekker helemaal aan het opnemen. Ik ga hem opslaan, ik ga het je even laten zien. Dus ik ben gewoon lekker aan het opnemen. Ik dacht van, oh, ben klaar, ik ga hem opslaan. En Voortgang Manager 1 was altijd Salford City. Dat was gewoon bij mij bekend. Ik heb de Eredivisie Challenge, de België-Nederland Challenge, Manchester United Rebuild en RKC. Maar Voortgang Manager 1 was voor mij bekend. Dat is Salford City. En ik met mijn stomme kop doe RKC opslaan op Salford City. Waardoor alles van de eerste 10 afleveringen dat Salford City weg was, verdwenen, kwijt en niet meer terug te halen. Dus, nu ben ik een hele vrije middag bezig geweest om alles zo goed mogelijk te herstellen. Ik heb iedereen weer teruggekocht of geleend die we gekocht of geleend hadden. Iedereen weer teruggebracht naar hun potentie. En uiteindelijk ziet het team er zo uit. Het heeft wel een aantal kleine veranderingen. Zoals bijvoorbeeld Bella Ketchup, 1 rating hoger. Bazunu, 1 rating hoger. Greenwood, 1 rating hoger. En Ryan Mhota, 1 rating hoger. Dat is omdat ik die gewoon meer gepusht heb met trainingen. En uiteindelijk dus iets te enthousiast heb getraind. Aida is 2 ratings hoger. Daarnaast, we gaan eigenlijk gewoon beginnen met de aflevering. Niet op een zoling blijven luiden. Is deze Silva niet geleend, maar gekocht. Dat heb ik niet expres gedaan omdat ik meer geld had. Dat heb ik gedaan omdat hij niet geleend wilde worden. Maar ik hem wel kon kopen. Toen dacht ik van ja, als dat de enige optie is, dan doe ik dat maar. En daarnaast is McFarlane niet meer bij de selectie al opeens. Na een nieuwe update of zo. Dus heb ik een andere jonge keeper gekocht, Bajic. Die eigenlijk iets te goed was. Ik heb hem op de bank gezet. Omdat Bazunu natuurlijk onze eerste keeper blijft. Die ik dit seizoen gekocht heb. Dat dus ook. En voor de rest is er niet echt wat veranderd. Het enige wat ik heel jammer vind is ons talentje. Ons toptalent die we zelf gescout hadden. McKinley. Die linksmid. Die is 16-jarige linksmid die 66 rated ook had. Is er niet meer. Dus dat is het enige wat we in principe kwijt zijn geraakt. Voor de rest is er niks veranderd. Ik wil daarom aan jullie vragen. Jullie mogen het zelf weten. Moet ik een toekomstige ster scouten, wat McKinley ook was, die ik niet via de catalogus gekocht had, moet ik die scouten, ja of nee? Daarnaast nog één ding, we hebben momenteel veel te veel salarisbudget. Dit ga ik regelen in de wintertransferperiode, want dan doe ik gewoon een speler kopen, een hele slechte, voor 5 miljoen, die totaal niet waard is en is mijn geld gewoon weer terug naar hoe het hoort te zijn. Dit kwam omdat ik een financiële overname had gedaan, zodat ik dit wel heel snel terug kon fixen en niet helemaal geconcentreerd heel lang erin moest spelen. Maar goed, voor de rest is dus niks veranderd. Jeugdselectie, ik heb een aantal prima jeugdspelers. Ja, deze, ik heb geprobeerd een nieuwe McKinley te maken door spelers echt volop te trainen. Dus ik heb deze Dave McCutcheon heel hard getraind, maar hij heeft nog maar 81 potentie. Deze McKeith heb ik ook heel hard getraind, maar ja, is er rechtsmid. En echt die leftmid, ja, die heb ik niet meer. Hier hebben we wel een hele goeie, Patrick McLean, die kan ik ook proberen heel veel te trainen. Maar goed, we gaan gewoon wat door met de Salford City Career Mode aflevering 11. En het grappige is er, oh ja, laatste wat veranderd is, we staan hier maar eerste. Dat is ook nog één ding, dat moet ik ook natuurlijk zeggen. Ik ben dus opnieuw moeten beginnen, ik heb alles opnieuw moeten simuleren. En Wigan Athletic, uitgerekend Wigan Athletic, is dus gedegradeerd. Spelen nu in English Football League 1. En die zijn gewoon niet te stoppen. Wij zijn ook heel goed, hè. 2 wedstrijden verloren pas in de eerste 18. Daar zijn we precies geëindigd bij de volgende aflevering. Maar Wigan Athletic staat nog altijd gewoon aan kop. En voor de rest, ja, is het redelijk hetzelfde. Skuntorp is niet gepromoveerd. Maar dat doet er voor ons niet toe. Voor ons eigenlijk is er niks veranderd. Behalve dat we McKinley kwijt zijn en Bajic op doel hebben. Voor de rest is er eigenlijk helemaal niks anders. Het team ziet er nog altijd hetzelfde uit. Conway staat nu op left mid. Maar ik speelde dus een andere opstelling. En die ga ik denk ik ook gewoon eventjes instellen. Omdat dat, ja, voor net gewoon goed werkte. En ik denk dat ik dat gewoon ga houden daarom. Ik had Aida een beetje verder naar links gezet. En Silva een beetje verder naar rechts. Waardoor ik Greenwood er tussenin kon zetten. En Greenwood is van origine centrale aanvaller. Nou, voor de rest zijn ook dan alles hetzelfde. Ryan Mota, CDM, Conway en Towel. En dan is alles perfect. Trouwens, Mumba is een van de spelers die een lagere rating heeft nu. Die bereikt echt zijn potentie niet wat hij de vorige keer wel had. Dat is jammer. Maar ja, weet je, ik wil daar nog altijd zeggen, ik vond het zo kut. Ik heb echt gewoon een stuk of 5 uur misschien wel hier aangezeten om alles weer te gaan fixen. Om alles zo precies mogelijk gelijk te krijgen. En ik denk dat voor een
gemiddelde kijker er eigenlijk helemaal niks anders is. Maar ik wil het wel gewoon aangeven. Want anders denken mensen, oh, we verliezen de eerste pot. Anders denken mensen van, hey, waarom is die speler opeens weer rating hoger dan het einde van de vorige aflevering? En waarom is die lager? En waarom speelt Wigan Athletic hier? Ik had het niet onopgemerkt voorbij kunnen laten gaan. Maar dit is een fout die maar eenmalig gebeurt en nu niet meer, weet je wel. Het is gewoon jammer. Daarnaast is er nog eens Whitehead is trouwens weg. Die wilde heel graag weg. Maar we hebben wel een aantal andere spelers die we eerst niet hadden, nu wel nog. Hier hebben we wel een hele goeie. Ik heb een iets betere scout ook gekocht, omdat ik dus die financiële overname had. Ik hoop dat jullie dat niet erg vinden, maar daarom zeg ik dus nu van jongens, misschien wil ik die toekomstige ster wel helemaal niet. Want ik heb dus een betere scout. Ik heb die Silva, heb ik gekocht, daadwerkelijk gekocht in plaats van geleend. En ik heb een betere keeper. Dus dit heeft eigenlijk in ons voordeel uitgewerkt als je het achteraf bekijkt. Dus vandaar dat het misschien ook nog eens oneerlijk is als ik dan ook nog eens een potentiële topspeler scout. Dat denk ik. Dus ik denk niet dat ik die scout ga doen. Maar goed, ik ga nu ook wel de normale spelers trainen. Ik was gestopt met het trainen van Greenwood en zo, anders waren ze gewoon te goed. Maar nu kan ik wel doorgaan, want nu gaan we ook letterlijk gewoon weer door met de carrière. En nu wil ik juist met deze spelers te goed worden in principe. Ryan Mota is gewoon 77. Was in de vorige aflevering natuurlijk 76 al. Dus hij is niet per se hoger dan normaal. Maar ik denk dat het wel heel vet is als we hem gewoon naar 80 toe gaan trainen. Hij is pas 23. Maar ja, weet je, ik kan beter de selectie misschien een beetje recht trekken. En zo'n Bella Ketchup eerst even naar 70 toe halen. Die groeien ook best wel snel. En daarnaast misschien ook wel Wood daarnaast richting de 70 halen. Hoeveel richting de 70 halen. Mijn verdediging is het minste. En dat kan echt wel een niveautje omhoog gehaald worden. Dus dat gaan we nu doen. Bazunu kan makkelijk omhoog. Die was 63 op het begin van dit seizoen. Heeft maar een half seizoen meegespeeld. En hij is gewoon al 7 ratings omhoog. Dat is echt, echt heel ziek. Maar goed, we kunnen nu wel lekker door. Oh, en ik ben zo blij dat ik wel door kan. Het heeft me zo lang gekost en zoveel moeite gekost om alles opnieuw te herbouwen. Dat ik echt, echt, echt blij ben dat ik wel door kan. Het klinkt zo gek voor een fucking carrière mode dat je daar blij van wordt. Maar, oh, kijk eens, is grappig. Ik krijg een transfer aanbieding van Wigan Athletic. Ik krijg een transfer aanbieding. Wigan Athletic staat natuurlijk als eerste in onze competitie. En die willen mij kopen. Nou ja, jongens. Je kan het trouwens niet laten weten in de comments, omdat ik meerdere afleveringen achter elkaar opneem. Maar wij zijn Salford City. We are the Salford City United gang, gang, gang shit. Dus nee, gaan we niet doen. Chalas, ciao, de groeten. En we gaan eens kijken wat hier nog allemaal bij staat. Ja, deze Dave McCutcheon heb ik dus super veel getraind. Dat ik dacht van, joh, dit kan de nieuwe McKinney worden. Maar zijn potentie ging van 90 naar 80. En nu, ja, weet je, hij is pas 15. Dus ik geloof er aan de andere kant ook wel niet heel veel van. Maar ja, hij is al 65 rated, dus hij gaat wel gewoon niet weg. Eens kijken of we nog echt wat slechter hebben. Deze is niet heel goed. Dat is 53 rated, die mag weg. Deze is al 17, Riley McKeed. Kijk, die wordt ook steeds minder. Die was ik laatst aan het trainen. Die ga ik wel naar mijn eerste team toe halen. Die kan al eens op zich wel op de bank terechtkomen. Ben Drummond is wel prima. En deze keeper, dat is een 94 potentie en nu nog maar 86. Angus Stewart. Ja. Weet je, jullie moeten laten weten nogmaals, willen jullie toch ook een potentieel talent aanhalen? Laat het me dan weten in die comments hier beneden. Ik wil toch graag dat gewoon doen. En dan hebben we in de volgende aflevering in een enorm goed talent. Hé, zo gaat dat. Zo gaat dat, jongens. Daarnaast waren we ook nog eens in, en we zitten nu nog in de FA Cup. Ik weet niet hoe met de cup zat eerst. Ik zit in ieder geval geloof ik in bijna alle cups, behalve de Carabao League Cup. En in het eerste seizoen zijn we in de finale van de Leasing Trofee gekomen. Die hebben we gewonnen. Nu zitten we in de halve finale van de Leasing Cup tegen Colchester. En dit is ook een cup die we geloof ik nog inzetten ook in de vorige aflevering. Dit is totaal niet onrealistisch. En ik denk dat we deze Leasing Cup ook zomaar kunnen gaan winnen. Eerste keer verloor ik in de finale, in het finale gebied, zoals het dan zo raar heet. Je speelde in principe twee finales, een winnaars- en een verliezersfinale. Oh, speel je trouwens twee keer uit elkaar tegen Colchester, maar goed. In de in het eerste seizoen dat ik niet op camera heb gespeeld, dat wil ik zeggen, verloor ik tegen Sunderland. En dus heb ik hem niet gewonnen vorig seizoen, maar dit seizoen denk ik dat we wel veel kans maken om hem te winnen. We hebben een hele goede selectie en Hogan wil spelen, maar jongen, eerlijk, je hebt Bella Ketchup en je hebt die andere voor je staan, maar we gaan het overwegen. En deze Rodney trouwens, deze Devante Rodney, die wordt steeds maar ontevreden. Maar hij is beter dan de vorige save. Hij is 2 ratings hoger. En hij wil een basisplek hebben. Maar ja, ik heb Silva en die is gewoon nog beter. Kunnen we winnen tegen Colchester? Dan staan we in de finale. Ja, 4-0. Aida, Conway en Towel. Conway speelt basis. Dat is niet zijn bedoeling. Daar stond beurt.
Oh, die heb ik dat vergeten te wisselen. Wat een rommelige aflevering wordt het een beetje alweer, jongens. Conmee staat er inderdaad nog in. Maar dit is een left mid. En daar hoort eigenlijk Beurt te staan. Die ik heel veel heb getraind. En nu ook al prima eruit ziet. Deze Conmee is sowieso al 35, jongens. Jezus Christus, man. Mekiet kan op de bank komen te zitten. Enorm jonge speler, weet je. Ik hoop dat hij nog een beetje kan gaan stijgen. Maar ja, zijn potentie ziet er niet goed uit. Dat is toch raar? Hij is ook zo jong. Maar ja, ik weet niet hoe dat precies in elkaar zit. Hoe EA dat berekent. Ik vind het een beetje krom allemaal soms. Maar goed, het maakt niet uit. We zijn door naar het finale gebied van de Leasing Trofee. Wat ik het leukste vind. En Messi wint de Ballon d'Or van 2020. Dus een jaar voor onze tijd. Het zou knap zijn van hem als hij de volgend jaar de Ballon d'Or wint. Kijk, we staan dus momenteel met 1 wedstrijd minder gespeeld. 7 punten achter Wigan Athletic. Als we vandaag winnen is het maar 4 punten verschil. Maar ik denk dat het voor ons het belangrijkste is dat we gewoon een promotie meepakken. Dat hebben we vorige aflevering ook al verteld. Vorige aflevering stonden we wel eerste. We winnen weer met 4 doelpunten. Vorige aflevering stonden we wel eerste. Maar ook toen maakte het ons niet heel veel uit of we nou kampioen waren of niet. We wilden gewoon vooral heel graag promoveren. En dat is nog altijd gewoon de doelstelling. Daar gaan we nog altijd gewoon voor. En zoals je ziet, Greenwood, Bazunu en Wood allemaal in rating omhoog. Hoover en Bella Ketje trouwens ook, maar die zijn niet via de training in rating omhoog gegaan. We gaan lekker, we zijn terug, we blijven doorgaan, heerlijk. En het meest ironische van allemaal blijf ik vinden dat ik de vorige aflevering zei, het meeste wat ik ooit heb gedaan bij een career mode is 11 afleveringen. En bij aflevering 11 stort alles in elkaar. Maar we komen sterker terug dan ooit. Luister wat ik zeg, we komen sterker terug dan ooit. En dat doen we ook, want we zijn lekker bezig. Nou ja, we zijn minder goed bezig dan de vorige keer. We staan nu op plek 3, eigenlijk plek 2 als we de volgende pot winnen. Maar, tja, that happens, hè. Spelen die pot tegen Southend United. We gaan eens even die persconferentie inhouden. Kijk, ik heb mijn manager trouwens ook komen proberen zo goed mogelijk na te maken. Ik denk dat dat wel redelijk gelukt is. Ik heb gewoon, het roze colbertje aangedaan. Klopt dat ik een ander stropdasje heb? Klopt dat? Heb ik een ander stropdasje? Geen idee. Southend United. There we go. Thuiswedstrijd. Ja, normaal gesproken win je die vaak. Heel makkelijk. Maar ik merk dat ik wel heel veel uitwedstrijden begin te winnen de laatste tijd. En thuis gaat het lastiger. Ik weet niet hoe dat kan. Het is raar. Maar ja, weet je, ik vind het prima. Zolang we ook al die uitwedstrijden winnen, is het nog allemaal nog beter. Kijk eens aan. Potentieel zijn we geloof ik een puntje dichter. Nee, als we nou winnen tegen Ipswich, dan staan we echt dik boven hun. Want dan hebben we en een wedstrijd minder gespeeld en staan we boven ze. Dus dit is een belangrijke pot. Dit is gewoon een belangrijke pot. Het is nu wel spannender. Je kan zeggen wat je wil. Het is nu wel oprecht spannender. Maar deze wedstrijd is dus echt cruciaal. De nummer 2 van de competitie tegen de nummer 3. Nummer 2 is op een hele belangrijke plek. En dit gaat ook nog eens om de winterkampioenschap, zeg maar. Als we deze winnen zijn we namelijk tweede op basis van de eerste seizoenshelft. 24 ploegen, 23 wedstrijden per seizoenshelft. Dus uit de tegen Ipswich. En die willen we heel erg graag winnen. Maar dat zal een moeilijke klus worden. Het zou geweldig zijn als we winnen, jongens. Het zou echt top zijn. Dan staan we echt goed ervoor. In ieder geval weer eventjes voor die promotie. We staan al zo lang op plek 3. We zijn het seizoen heel slecht begonnen. Dat hebben jullie niet gezien. Maar in principe, kijk. We hebben pas 3 wedstrijden verloren. Deze moeten we gewoon pakken. En tegen Wigan moeten we gewoon zelf winnen. Want die lijken onverslaanbaar. Die hebben pas 1 pot verloren. Ik geloof niet eens dat dat tegen ons was. Maar die lijken echt zowat onverslaanbaar. Maar die moeten we gewoon pakken in onze volgende wedstrijd. Ik geloof trouwens dat ik alle transfers terug heb gedaan. Als ik een transfer heb vergeten of iets wat je toevallig ziet, ik denk niet dat jullie dat zien, laat het dan vooral weten. Maar ik geloof echt dat ik iedere transfer terug heb gedaan. Ipswich Town, uit. Spelen goed, goede vorm. 5-0 tegen Shrewsbury Town is niks mis mee. En tegen ons winnen ze met 2-1. Dat is echt fucked up. Dat is echt heel fucked up. Maar weet je, het is uit. En ik geloof dat ik ook uit tegen Wigan heb gespeeld. Als we thuis tegen ze spelen, moeten we ze pakken. We hebben de wintertransferperiode voor de boeg. Dat is belangrijk. En voor de rest, weet je, ik kan er niet veel over zeggen. De Bella Ketchup wil wel spelen. Ja, wij natuurlijk Kotchap, maar dat weet ik zelf ook. Maar Ketchup klinkt lekkerder, dus we noemen gewoon lekker Bella Ketchup. Op de plek van Pierre Gainey, die geloof ik in de vorige aflevering weg was. Maar ja, dat gebeurt ook, weet je. Een paar van die wisselspelers zijn dan een beetje anders in de selectie. Maar dat boeit niet zoveel. Ik kan Silva nu trouwens ook trainen, want die zit bij de selectie. Geleende spelers train ik liever niet, zoals jullie weten. Maar zo Silva kan het nu wel trainen. Weer tegen Gillingham? Oh nee, Ipswich moesten we net. Weer veel doelpunten. Mooi. Dat is wel lekker. Ik geloof dat we echt bijna topscorer zijn. We scoren wel echt heel erg veel. Dat zien we dan ook maar weer. En de afstand op Ipswich is 2 punten. Oh nee, wacht even. We hebben een wedstrijd minder gespeeld nog altijd. Maar wel nog altijd 2 punten met een wedstrijd minder gespeeld. Kijk eens. Greenwood 18. Aida 13. Silva 13. We zijn lekker bezig. We moeten alleen even de puntenverschil inhalen. Hoover naar 71. Ook dat is lekker. Weer een speler die boven de 71 grens gaat. En zo hebben bijna onze hele selectie ondertussen al. Buiten Bella Ketchup en Wood. En ik geloof onze leftback Touré
is dan, Bird en Tabel is 70. Dat is ook, ja, toch 7, geloof ik, van de 11 zijn al 70 plus. Waarbij we dan nog eens Wynum Hotta en Greenwood hebben, die beide al bijna 75 plus zijn. Onze selectie begint vorm te krijgen en het ziet er gewoon goed uit. Een jeugdspeler wil weg. Reese Wilson, dat was een speler waar we... Oh, dit zijn nieuwe spelers trouwens. Dit zijn nieuwe spelers, die mag weg. Die mag weg, dat wordt toch niks. Dit is een hele goeie, dit kan een goeie zijn. Dit is echt een hele goeie. Dit kan oprecht een hele goeie zijn. Oké, en hem, die doen we ook weg. Dat weet ik trouwens niet of dat was of slim was. Maar goed, maar niet uit. Dan gaan we even kijken. Spelers chatje nog eentje. En dan gaan we daarna naar de jeugdspeler kijken. Bella Ketchup, jongen. Wat een legend. Dan gaan we daarna nog eventjes naar die Reese Wilson kijken. Want ik geloof dat hij al een redelijke rating had. Had een enorm hoge potentie. Misschien kunnen we hem dan wel gewoon naar de eerste elftal toe halen. Nee. Nee, absoluut niet. Hij heeft zijn hele lage potentie gekregen. Maar hier heb ik niks aan. Die kan me gewoon wegdoen. Weet je, voor hem hebben we er 10 anderen. Dus dat is gewoon oprecht zo. Wij hebben echt helemaal niks aan. Laat in deze aflevering ook vooral wel weten of jij misschien spelers weet die ik in de winter moet halen. Besef wel, ik had natuurlijk 6 miljoen transferbudget. Maar er gaat tussen de 4 en 5 miljoen gaat daarbij weg. Dus een speler tussen de 1 en 2 miljoen gun ik mezelf om nog te kunnen kopen. En voor de rest niet, want het is gewoon oneerlijk als ik dat geld uit zou geven. Als ik dat geld dadelijk weggetrokken... Hey, Frenkie de Jong bij de beste middenvelders. Toch, ja, hij heeft geen facecan in Barcelona shirt aan. Ik denk dat het Frenkie de Jong is. Klopt dat? Dat is echt ziek. Als dat inderdaad zo is. Nou wil ik het ook weten ook, jongens. Laat het me zien. Nee? Mag ik het niet zien? Oh. Jawel, Frenkie de Jong, beste middenvelders. Dat is vet. Maar goed, sorry, even een beetje afgeleid. Laat me vooral weten, moet ik, wie moet ik kopen van het geld? Want dat moet ik even recht trekken en dan is alles gewoon wel goed. Thuis tegen Oldham, als we deze pot winnen. Ja, we moeten gewoon echt punten inlopen. Maar dat kan dan wel best wel makkelijk met de vorm die wij hebben. Maar ik merk gewoon dat de ploegen boven ons ook alles winnen. Wij winnen weer met 2-0. Maar kijk, de ploegen boven ons kunnen we nu niet zien. We spelen in de FA Cup tegen Birmingham. Tegen Birmingham, die gaan we ook nog even doen natuurlijk. En dan gaan we eens kijken of we de Birmingham kunnen winnen. Dat zou heel mooi zijn, want dan gaan we naar de vierde ronde. Maar in de FA Cup winnen we toch nooit. Je moet of heel veel geluk hebben in de FA Cup, dan kan je best wel ver komen. Of je wint hem nooit. Zo simpel is het. Ja, in principe is het wel zo simpel. Ik weet trouwens niet of jullie wel in de aankomende aflevering per se mijn tips kunnen geven. Want ik ga de aankomende aflevering waarschijnlijk best wel snel hierna opnemen. En dan is hij misschien al opgenomen voordat jullie de tips kunnen geven. Snap je? Dan is hij... Oh! Oh, we spelen een terugwedstrijd tegen Birmingham thuis. Dat is lekker. Dan kunnen we misschien door naar de volgende ronde. Maar goed, misschien dat jullie geen tips kunnen geven. En dan koop ik gewoon een speler van een miljoen. En is dat ook opgelost. Maakt niet zoveel uit. We staan derde. 5 punten achterstand op Wigan Athletic. En die moeten we gaan inhalen. We zetten de achtervolging in met onze selectie. Met allemaal talentvolle spelers die steeds beter worden. Die het steeds lekkerder doen. Kijana Hoover. Mason Greenwood. Bazunu. Bella Ketchup. Het meesterlijke masterteam genaamd Salford City heeft al 60 punten in zowat 25 wedstrijden. We gaan enorm lekker. Maar kampioenschap wordt lastiger nu we deze eigen fout zijn begaan. In de volgende aflevering, die ik meteen hierna ga opnemen, dus jullie kunnen me eigenlijk helemaal geen tips geven daarvoor. Ga ik die 6 miljoen opmaken en één speler, die eigenlijk maar 2 miljoen waard is dus. Ga ik door en gaan we proberen die eerste plek te veroveren. Hopelijk vond jij niet erg wat er gebeurd is. Vond je wel een hele leuke video? Heb je een blauw duimpje omhoog gedaan? Geabonneerd op Timo en op Twinity. Bijna 100k. En heb je een blauw duimpje omhoog gedaan? Heb je dat al gevraagd? Weet je niet. Dan zie ik je de volgende keer weer terug. Laten we nog één wedstrijdje doen ter afsluiting. Omdat het zo leuk is. Wycombe Wanderers. Moeten we winnen. Easy peasy. Thuiswedstrijdje. En het wordt 2-1. Greenwood en Aida. Jongens, bedankt voor het kijken. Volgende aflevering, vierde ronde van de FA Cup. En gaan we door in de competitie en de transferperiode. En ik zeg tot de volgende keer. Later.